Hier van jou, schone, simpele jongen, hè, die hard werkt om iets te bereiken. Hè. En wat wil je bereiken in het boksen? De top, hè. De top. De top. Top van de wereld. Top van de wereld, hè. Ik ga eerlijk zijn, normaal ben ik iemand die redelijk rustig blijft, maar gisteren had ik toch wel zenuwen. Hè. Dus normaal, hè, je bokst tegen iemand die jouw titel wilt afnemen, het is normaal hè, dat je zenuwen krijgt hè, voor de wedstrijd. Ja, het is geen weg meer terug. Hè. In de ring word ik een beest. Buiten de ring ben ik rustig gewoon. Dus. Ja, en de ring is de, mijn tegenstander die ik moet afmaken. Hè. Die, ja, dat is de boxsport. Hè. Dus, ja, ik laat gewoon alles los in de ring. En buiten de ring word ik weer een normaal persoon. Hè. Kom maar, blijf bij ons. Hè. Champ! Kom aan, jongen, blijf bij ons in. Kom aan, afmaken je haast. Afmaken, 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 afmaken. Dat is hè, mijn ploesje. Boksen is echt wel het belangrijkste in jouw leven. Ja, toch momenteel. Ja. En voetbal is dan een hobby? Ja, eigenlijk wel. Ja, toch wel. En die combinatie, dat is toch ja, bijzonder. Ja, ik voetbal nog veel te graag om te stoppen eigenlijk met voetbal. Wil je kampioen worden met Zweven Zeelen? Ja, tuurlijk. Jullie maken heel veel kans. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben eigenlijk vorig jaar juist gemist. Juist niet gepromoveerd. Dus ik zou dit jaar wel nog eens kampioen willen spelen. Ja. Het zou mooi zijn misschien om dan jouw afscheid aan te kondigen. Ja, dat zou mooi zijn. Denk je ooit om de wereldtitel kunnen strijden in het boksen? Ik hoop het. We werken hard, dus ik hoop het dat ik ooit de kans krijg. Ah, nu ben ik Europees kampioen, dat is ook al iets groot. Dat is de grootste titel van Europa hè, die ik heb. Dat is al een serieuze titel. Hè.